Hoe heeft u de formatiebesprekingen gevolgd de afgelopen tijd? Niet echt, maar een klein beetje. En wat vindt u ervan? Ja, maar een beetje stroef, geloof ik. Ik zag er weinig heil in, dat er van het begin af aan dat er dus al, dat ze niet met elkaar overweg konden. Dus. Ik vind het eigenlijk een beetje onzin. Het zijn net kleuters. Ja? Ik vind het gewoon een stelletje kleuters. Ze kunnen toch wel beter gewoon, ze weten hoe ze met elkaar moeten omgaan. Ze weten dat het land regeerd moet worden. Maak een compromis en zorg dat Nederland weer draait zoals het moet draaien. Kijk, ik heb zelf op Wilders gestemd. Ik ben het wel eens met zijn standpunten natuurlijk. Dus ja, ik vind het een beetje apart dat heel veel mensen niet verder willen met het kabinet wat is gekozen door het volk. En hoe moet het volgens u nu verder dan? Ik heb geen flauw idee, want het is behoorlijk verdeeld. En PVV, VVD en BBB met z'n drieën komen ze er niet. Als dit niet werkt, dan zou het ook over links kunnen, want de PvdA GroenLinks is natuurlijk ook de tweede grootste. Dat is natuurlijk ook wel, ja, ook wel groot in zekere zin. Wat zou je ervan vinden als dat ineens voor gesprekken worden, dat het ineens die kant op gaat? Ja, dan denk ik toch dat ik ga verhuizen. Ja, meteen het land uit? Of? Nou ja, niet meteen het land uit, maar dan ga ik er toch over nadenken of Nederland wel naar zijn volk luistert, ja of nee. Ik hoop dat we nieuwe verkiezingen krijgen. Ja, u bent gelijkstellig opnieuw in de stembus? Ja, want anders krijg ik meneer Timmermans met zijn konuiten en dat is niet zo best. En waarom zou u dan denken nieuwe verkiezingen? Ja, PVV staat natuurlijk erg goed in de peiling, nog beter dan... Precies, die staat op 47 zetels op het moment, dus dat is niet zo slecht. Kan ik het op een gegeven moment gewoon alleen doen? Ja, precies, nog eventjes wel. Het zou ook wel niet helemaal goed wezen natuurlijk, maar ik bedoel, gewoon een beetje... Alles is beter als Timmermans, voor mij dan. Hè? We gaan natuurlijk ook weer opnieuw om tafel een beetje kijken hoe het nu zit, zonder Omtzigt er dan bij. En wat zou je voor advies mee willen geven aan de partijen? Luister naar de mensen. Dat is punt 1. Luister naar de bevolking van Nederland in plaats van naar je eigen zak. Wees eerlijk tegen elkaar. Dus niet valse beloftes doen. Ja. Blijf staan waar je voor staat en zoek een compromis met elkaar. Nou, ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat ze vertrouwen elkaar voor een meter natuurlijk. Wilders vertrouwt die Jessicus niet en nou, Omtzigt die maakt zijn vragen voor iedereen onbetrouwbaar. Dus ja, deze die een beetje recht door zee is en een beetje vier over rechts, dat is mevrouw van der Plos. Maar ja, die heeft zo weinig te vertellen, dus ja. Laten we tot een compromis komen, maar niet zeggen van ik wil dit, ik wil dat. Niet je eigen belang, want het gaat alleen maar om geld wat ze zelf in de potje krijgen. Wat ze mee kunnen doen. Dan kan je zeggen zo, die hebben het goed gedaan. Nee, samen moet je het doen. Je moet het samen doen en dat doen ze niet. Ze willen alleen maar voor hun eigen belang en dat werkt niet. Het leven is samen doen.